Nou, eens even kijken hoe het is met de koetjes. Ja. Kijk, daar komt ze al. Heel goed, Iris. Moet ik hem even eraan We wachten even op Iris. Kijk eens. Ik wacht op Iris. Bij Lievegoed willen we graag hele persoonlijke zorg bieden. We willen graag dat bewoners en deelnemers aan de werkgebieden zich gezien voelen en gekend voelen. Goed zo, ja. En daar nog een beetje Iris, aan die kant. Goed zo, ja, we gooien hem erin. Het is een gemeenschap omdat iedereen zijn plek heeft en zijn rol in het geheel. Dus of je hier woont of werkt, iedereen heeft een taak. En dat kan heel klein zijn, kan ook groot zijn, dat doet er eigenlijk niet zo toe. Maar het is vooral belangrijk dat mensen ervaren dat zij een bijdrage leveren en dat dat gezien wordt en gewaardeerd wordt. Want het is belangrijk om een betekenisvol leven te leiden. Ik vind het leuk om zwaar werk te doen, want ik wil volle kruiwagens rijden met Iris en Menno en Lotte en Sarah en Henry. Als je op een boerderij werkt, is het gewoon de lol met elkaar en gewoon de fysieke dingen die we aan het doen zijn. En ik vind het heel leuk om hier op het land te werken, in een kast te werken. Gewoon mijn lust en mijn leven ook. En al mijn lieve vrienden die allemaal, jongens, wij doen het met z'n allen, weet u. Wij doen het met z'n allen. Wij moeten met z'n allen aan het werk. Nou, Richard, gooi het er maar in. Ja, kijk, dat kan. Staat hij aan, Google? Zeker, hij staat aan. We spreken over werken, niet over dagbesteding, omdat we het belangrijk vinden dat het doel niet is dat de tijd wordt ingevuld. Maar de nadruk ligt juist veel meer op die betekenis. Dus het werk is iets wat je met elkaar doet en is ook iets wat zinvol is en een bijdrage levert. We vinden het daarom belangrijk om ook het over collega's te hebben en niet over begeleiders en deelnemers. Maar je doet het met elkaar en iedereen speelt daarin een belangrijke rol. Volgens mij doen we de hele dag niks anders dan met gemeenschapszin bezig zijn hier. We beginnen de ochtend meestal al met een opening. Er is een spreuk die iedereen meezegt. Er worden liederen gezongen die passen bij het jaargetij. Er wordt koffie en thee gedronken 3 keer per dag, meestal ook met z'n allen. De jaarfeesten is natuurlijk ook iets wat steeds terugkomt, meerdere keren per jaar. Dus eigenlijk zit het door alles heen verweven, in het dagelijks leven, maar ook door het hele jaar heen. Dat gaat goed. Goh, mag ik even kijken? We willen graag de verwanten betrekken, want voor de cliënten zijn dat hele belangrijke personen in hun leven. Dus wij zien dat als een driehoek, hè, waarin je allemaal je eigen rol hebt en waarin je ook met elkaar samenwerkt. Even kijken bij Vega, Saskia. Ik weet niet van wie dit is. Nou jongens, dan gaan we de spreuk doen. Ben je er klaar voor? Aarde droeg het in haar schoot. Zonlicht bracht het rijp en groot. Zon en aarde die ons dit schenken, dankbaar zullen wij u gedenken. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Lekker? Heerlijk. Vond je hem lekker, dat worstje? Heerlijk. Ja, wil je nog een beetje?